Welkom bij Breek de Week. Het wordt een leuke Breek de Week, want we starten namelijk met musical. Ze komen naar Roermond, mensen, Stichting Musical Stella Douche. En we hebben nog veel meer interessante onderwerpen. Zo gaan we kijken naar samen bewegen. Ja, en daarna komt de Alliance Française, want zij hebben tot doel de Franse taal te promoten. En de afdeling in Roermond bestaat 90 jaar. Een goede reden om met ze in gesprek te gaan. En we sluiten af met de Optimisten on Tour. Juist. Een heel leuk kennismakingsprogramma voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Om te kijken wat betekent het om met bootjes het water op te gaan. En dat doen ze al de hele week. Alle scholen van Roermond. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we starten met de musical. Welkom, dames. Dankjewel. Ja. Ja. Sam Wiedijk, om met jou te beginnen. Hi. Stella Douche is een naam die misschien in Venlo heel bekend is, maar in Roermond toch niet. Ja. Kun je kort uitleggen wat jullie doen? Zeker, wij zijn Stichting Musical Stella Douche en in Venlo geven wij musical lessen voor kinderen eigenlijk vanaf 5 jaar tot en met volwassenen tot, nou ja, zo oud je wil, 99 jaar. Mm-hmm. En die maken ieder jaar een eigen productie, dus iedere groep maakt zijn eigen musical productie. En wij dachten, we gaan naar Roermond. We gaan daar een groep starten. Ja, want in Venlo is dat begonnen. Is dat gekoppeld ook aan de locatie van het Valuas College? Dat is een middelbare school waar heel veel aandacht is voor creativiteit. Hoe is die keuze tot stand gekomen? Want jullie willen niet alleen naar Roermond, maar ook naar Sittard en Weert. Ja, dat is grootse plannen. Ja, zeker. Nou, wij zijn echt al best wel wat jaren actief in Venlo. Mm-hmm. En we merkten eigenlijk dat we steeds meer vraag kregen, ook vanuit deelnemers vanuit andere gemeentes. Van, hey, kunnen jullie hier niet eens wat komen doen? Dus dat zijn we gaan onderzoeken. En toen kwamen we eigenlijk al heel gauw tot Roermond, Sittard en Weert. En daar hebben we dit toffe project voor bedacht, Broadway Meets. En dat is een heel nieuw project. Ik heb hem hier voor mij. Ja. Het ziet er wel heel uitdagend uit. Het ziet er chic uit, hè? Het nou ziet er prachtig uit. Het is uit. Ook voor ons een heel nieuw project. Ja. Eigenlijk is de essentie hetzelfde. De deelnemers die zich aanmelden gaan aan de slag met musical. Dus ze krijgen 2,5 uur per week gaan ze dadelijk lessen krijgen van docenten. Waaronder dus Willow in Roermond. En dan krijgen ze een blackbox met muziek erin, met attributen erin. En dan gaan ze zelf hun eigen musical maken. En wat natuurlijk heel erg tof is, is dat Guido Spek gaat meespelen in de productie. Dus bekend. Dat is van onder andere GTST. Ja. Ja. Dus dat is echt wel een... Trek nu met een camper door de wereld, geloof ik. Ja, precies. Ja, dus die gaat meespelen in iedere gemeente. En dat, dat geeft natuurlijk wel dat stukje extra. En ook dat stukje professioneel verbinden met het amateur. Dat lijkt ons wel heel interessant. Zeker. Ja. Als we Willow vragen, hoe lang doe je dit al? Nou, het docent geven is momenteel mijn tweede jaar. Dus volgend jaar wordt mijn derde jaar. Okay. Maar zelf ben ik al 8 jaar actief bij Stella Douche. Dus daar heb ik ook zelf als leerling gezeten. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk een stapje omhoog gegaan. Maar ik ben eigenlijk al heel mijn leven bezig met musical, dansen. Maar dan heb je wel de ervaring van hoe je het ervaart als leerling. Ja, want daarom. Hoe is dat? Wat kunnen ze verwachten? Heel veel plezier, in ieder geval dat heb ik altijd gehad. Ja. En het is gewoon heel gezellig. Dus je bent natuurlijk heel veel bezig met een productie maken. Maar tegelijkertijd ben je ook vrienden aan het maken eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat vind ik ook het leuke aan Stella Douche. Dat je niet alleen maar bezig bent, maar ook gewoon gezellig. Een leuke club. Ja. Een leuke club, ja. En zijn er echt mensen die dan alle musicals gezien hebben? Of mag het ook wel een beetje minder? Nou, ik zelf ben wel van het zoveel mogelijk musicals kijken. Had ik het toch goed? Ja, ja. Maar als je ook nog geen één musical ervaring hebt of geen musical hebt gezien, dan is Stella Douche ook iets voor je, want je leert het vanzelf. Ja, en in het midden zit dan Bibi. Ja. En Bibi, jij gaat het dus meemaken blijkbaar. Ja. Of doe jij al? Ik doe het al. Jij doet het al. In Venlo is zij actief. Ja. Ja. Hoe lang doe je dat al? Toen ik 7 jaar was, dus 7 jaar nu. Mm-hmm. Zo. En waarom wilde je daar naartoe? Je had ook kunnen gaan tennissen, hockey, fitness, scouting. Ja, eigenlijk vond ik het altijd al heel erg leuk om te zingen, dansen en acteren. En toen kwamen mijn ouders ermee dat er Stichting Musical Stella Douche was. En toen ben ik me gaan aanmelden en nu doe ik het al 7 jaar. Ja, dat gaat snel, ja. Mm-hmm. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb al, nu pas heb ik dit weekend weer een musical gehad en toen hadden we Into the Woods en ik heb Ratatouille gedaan, zo. Don Roosje en
Even denken. En Olivia. Nou, is de musical is natuurlijk acteren. Het is presenteren misschien. Ook zingen, dansen, bewegen. Ja. Maar je zou je ook kunnen bezighouden met geluid, met regie, met heel veel dingen. Wat spreekt jou het meeste aan? Ja, toch wel gewoon het zingen, dansen en acteren. Zelf zingen. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Wat maakt het voor de stichting nou zo belangrijk dat we dit naar Roermondske halen of naar Sittard? Nou ja, wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat de passie die wij hebben in Venlo, hè, dus dat kinderen echt zelf op podium kunnen staan, nou eigenlijk iedereen, dus ook volwassenen, en dat ze echt even dat moment van magie ervaren, echt de beleving, dat is voor ons heel belangrijk. En dat willen we natuurlijk graag naar alle gemeentes overbrengen, ook wat hun zeggen, hoe tof het is en hoe leuk het is om met z'n allen iets te maken en te creëren. Ja, dat willen we natuurlijk overbrengen naar zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk gemeenten. Ja. Kun je zelf dat gevoel nog terughalen? Dat je eerste keer dat je geoefend had, je heel voorbereid en je stond voor een volle zaal en je dacht, ja, dit is het. Nou ja, ik zat in de allereerste musical die wij met Stella Douche hebben gedaan, bijna 20 jaar geleden. Mm-hmm. Dus dat kan ik me zeker nog herinneren. En ja, het is gewoon de magie die je hebt zodra de lampen in de zaal uitgaan, dat je zelf in de spotlight staat. Ja, dat kan Bibi denken, beamen en Willow ook. Dat gewoon het moment is dat je gaat shinen en dat je echt gaat stralen, ja. Ben je dan ook anders dan wanneer we jou bij de supermarkt tegenkomen? Ja, dat hoop ik wel. Meestal speel je een rol, dus ik hoop dat ik dan inderdaad de juiste rol vervul. Maar ja, dan ben je wel even echt in je element. Echt even in een andere wereld. Ja. Wie mag er allemaal meedoen? Nou, voor dit project Broadway Meets kunnen kinderen van 11 tot en met 18 jaar kunnen zich aanmelden. Via broadwaymeets.nl. En daar kun je aanmelden voor Roermond, Sittard of Weert, net waar je het dichtst bij woont. En dan zou ik zeggen, dat is hartstikke leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. En ik denk dat Bibi en Willow dat ook. En wat ook wordt er verwacht? Want moeten ze vaak komen trainen? Wat wordt er verwacht? Nou, in principe is het één keer in de week. Ja. En Roermond heeft op woensdagavond les van 7 tot half 10. Dan repeteren we bij de dansstudio The Movement. En wat we nu aan het doen zijn, en dat is eigenlijk ook wel een nieuwtje wat nieuw is. Mm-hmm. We zijn nu heel erg ons best aan het doen om het programma kosteloos aan te bieden. Daar zijn we nog met subsidies mee bezig, hè, om dat helemaal te dekken. Maar wij zouden het heel mooi vinden om zo'n eerste project, zeker voor Broadway Meets, om dat voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. Dus het zal een kleine bijdrage zijn. We proberen heel hard dat zo goedkoop mogelijk. Ja, dat iedereen mee kan doen. En als mensen zich nou aanmelden, is er dan een auditie of kan iedereen meedoen? Nee, wij hebben de slogan Podium voor Iedereen en daar staan we echt volledig achter. Ja. Iedereen mag meedoen, ondanks ervaring of ja, of je nooit op een podium hebt gestaan of al 100 jaar, het maakt niet uit. Iedereen is van harte welkom. Okay. En als ze dan meedoen, dan begint het in september en dat loopt dan tot en met mei volgend jaar. Tot mei 25. Volgend jaar. Ja. Dan hebben ze voorstellingen in het theater, dus dan gaan ze echt het theater in. Maar dat is wel cool, hè? Ze gaan niet alleen een beetje oefenen, maar ze gaan een hele tour doen. Ja, ze gaan ook nog een verzorgingshuizen. Tour doen. Precies, dus dat wil je mag ook vertellen. Echt dat shinen waar je het over hebt, dat gaat ook echt gebeuren. Ja, en dat vonden we heel belangrijk, dat we nog extra momenten hebben ingebouwd naast alleen de voorstellingen die ze hebben in mei, dat ze ook nog langs die verzorgings- en bejaardentehuizen gaan om ook die podiumervaring op te doen, maar ook die connectie op te zoeken met die doelgroep die dus niet altijd helemaal mobiel is om naar het theater te komen. Dus dat zijn twee werelden die toch samenkomen dan. Ja. Willow, wat kunnen de cursisten verwachten bij jou in je les? Nou, hoe ziet dat eruit? Want dat is natuurlijk heel spannend voor ons als ze komen. Ja, zo'n eerste les. Dat kan zeker spannend zijn, maar ik probeer het altijd gewoon lekker laagdrempelig te houden, dus gewoon plezier. Mm-hmm. Wat moeten ze doen? We gaan eigenlijk gewoon een beetje proberen met dingetjes. Dus kijken hoe ver we in dans zijn en met zang. Yes. Want sommigen hebben natuurlijk al ervaring, wat Sam ook al zei. Maar sommigen ook nog helemaal niet. Ja. Dus daar gaan we eigenlijk gewoon kijken, hoe zit het bij iedereen en waar kunnen we naartoe? En vanuit daar gaan we dus iets opbouwen wat we kunnen gaan presenteren. Ja. En dan elke week oefenen. En op een gegeven moment dan kan Guido Spek plotseling langs de lijn staan. Maar het leuke is dat Guido Spek dat niet bepaalt. Oh. Ja. Maar de kinderen bepalen wat Guido Spek gaat doen. Oh, yeah. Dus voor hun hebben ze dan nog eigenlijk iets wat ze kunnen inzetten. Zodat ze eigenlijk echt de baas zijn over hun eigen voorstelling. Ja, super gaaf. Okay. Ja. En nog even een laatste vraag. Jullie doen het al heel lang als stichting. Een superleuk initiatief. Ja. Voor kinderen die heel creatief zijn. Die daar prachtig mee uit de voeten komen. Waar komen die mensen nou terecht? Die bij jullie die opleiding hebben gedaan. Die projecten hebben gedaan. Komen die dan ook werkelijk in die musicalwereld terecht? Nou ja, sommigen wel. Sommigen doen het echt als hobby. Maar sommige deelnemers die we hebben. Zoals bijvoorbeeld Bibi. Die willen heel graag later het podium
podium op, hè, Bibi? Dus ja. Die heeft een andere passie. Maar ja, nogmaals, iedereen is welkom. Dus dat is voor iedereen... Ja, het is een verrijking van je leven. Het is een verrijking en het is een hele leuke hobby. En ja, zoals er net al werd gezegd, je maakt echt vrienden voor het leven. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Mooi. Nou, ja. Super fijn dat jullie hier wilden komen, dames. Leuk initiatief. Hou ons op de hoogte. Zeker. Ja. We hebben zojuist leuk gesproken over de musical. En Bibi is bereid om het nummer Dat Moment uit de musical Ratatouille voor ons nu te brengen. Bibi, succes. Dankjewel. Als dit is hoe mijn leven hoort te zijn, dan blijf ik heel mijn leven chagrijn. Ratten horen thuis onder de grond. Leven als een mens, dat is niet gezond. Mijn hart dat wil naar boven, maar ik weet niet hoe dat moet. Dat moment dat je alsmaar verder wegzakt, springt maar komt niet van de grond. Als je steeds bevriest, wat jij ook kiest, schreeuwt maar houd je mond. Voelt dat je alsmaar verder wegzakt, neem je dan één besluit. Blijf niet staan, je moet vooruit. Denk zoals je eerder niet bedacht. Denk niet aan je zwakte, maar je kracht. Zoek op plekken waar je eerst niet zocht. Doe het, ook al vlieg je uit de bocht. Iets staat te gebeuren. Voel je dat? Het is overal. Maar dat moment dat je alsmaar verder wegzakt, springt maar komt niet van de grond. Als je steeds bevriest, wat jij ook kiest, schreeuwt maar houd je mond. Voelt dat je alsmaar verder wegzakt, neem je dan één besluit. Blijf niet staan, je moet vooruit. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Morenmachines. Morenmachines voor land, tuinbouw en parkonderhoud. Ook voor reparaties, machineonderhoud en occasions. U vindt ons aan de Sint-Wiro-Singel 100 in Roermond.